Boys van Flevo, nou mijn naam is Mix Gans en welkom bij de derde aflevering. Dames en heren, ik ben hier met Jesse en we gaan weer een futdraft doen om het team. Ja, als je de tweede aflevering nog niet hebt gezien, ik geef je even 3 seconden om die te checken. Als jij hem al gecheckt hebt, dan kan je nu even ondertussen abonneren. Maar waar kan je die tweede aflevering eigenlijk zien, Mick? Ja, op jouw kanaal, Jesse, dat bedoelde ik. Ja, die link staat in de beschrijving van Jesse's kanaal. Sorry dat ik dat wat vergeten te zeggen. Maar je moet dus even op Jesse abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want daar komt dan de 4e aflevering op. En als je de 2e aflevering wilt zien, moet je even dat kanaal checken. Ondertussen dat je dat doet, ja, kan je even abonneren, even hier notificaties zetten en even een duimpje omhoog doen. In ieder geval, we gaan gewoon meteen beginnen. Ik ga nu spoileren. Als je aflevering 2 nog niet hebt gezien, moet je die nu checken. Jesse had de 2e aflevering gewonnen op zijn kanaal. Zie. En dat betekent dat het nu gewoon 1-1 staat. 1-1 staat. We hebben allebei een speler gediscard. Ja. En allebei waard. Ja, die van mij was iets meer waard dan die van Jesse. En ik sta er een soort van achter. Maar we gaan gewoon meteen beginnen met de derde Futdraft Challenge. Ja, ik ga nu naar de opstelling toe. Voor Jesse is nog verrassing wat de Futdraft Challenge gaat worden. Oh ja, dat is misschien wel handig om te vertellen. Hè? Ja, we gaan proberen gewoon om de meeste special cards te krijgen. Elke special card telt. Degene met de meeste special card in zijn Futdraft, ja, die heeft gewoon gewonnen. Dus moet geen gouden, geen zilveren, geen. Dus die chemistry, alles maakt echt geen reet uit. Laat gewoon doen als jij, ja, de hogere chemistry krijgt. Ja. Dan heb je plus 2 special cards. Ja. Als je de hoogste beoordeling hebt, dan heb je ook plus 2. Oeh, ja, special cards. Dat vind ik het leuker. Het kan zijn dat je soms toch even die Ronaldo's normale moet kiezen om die plus 2 te pakken. Tactisch. Dit wordt moeilijk. Hier kan je fout in gaan maken. Ik heb de 4-3-2-1 en jij hebt 3-4-2-1. Let's go. Aanvoeren. Come on. Let's go. En dat is denk ik wel meteen een special cardje. Ja. Ja, ik heb special card Messi. Welke? De 94. Cute. De cute. Champions. Cute. Je hebt de tilt hier. Ja, Ronaldo. Oh! Decent. Oké, ik ga gelijk naar spits. Ja, ik ook. Come on. Nee. Ik krijg wel een special card, dus dat is wat. Ja, ik ook. Ja. Ik krijg Icardi. Als wij nu op rechts buiten van Messi. 99 Messi met Icardi. Team 4 Ronaldo. Dit is perfect. Ik niet. Ik krijg Ilia. Tot. Wel een special. In links midden Carrasco. Ja, maar de chemistry is ook best wel belangrijk. Ja, en die gaat bij mij tot nu toe ook heel erg goed. Ik krijg nu geen special card, dat is een beetje jammer. Dat is niet echt handig. Ik krijg geen 1 La Liga en ik krijg ook geen special card. Dus ja, dat is een beetje dubbel op. Oké, okay, ja, dan ga ik ook. Ik had precies hetzelfde. Jongens, kom maar, geef me een special card. Ah, ik krijg weer een special card. Net! Mijn allerlaatste keuze was nog net special card, dus dat is wel chill. Andere sentiment, kom aan. Is al mijn 6e speler en ik krijg geen special card, wel Precio. En die komt uit de La Liga, dus die pak ik. Ja, die is wel chill. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ik heb 7 spelers of maar 6 special cards. Andere sentiment, come on. In La Liga, maar wel een special card, dus daar ga ik gewoon voor. Ja, ik krijg geen special card, dat is een beetje jammer. Dan gaan we maar voorbij. Oeh, team of the season Ramos, dat is even lekker. 95 reden. Team of the season Ramos, dat is lekker. 95 reden. Lekker. Een andere center back, come on jongens. De laatste. My god. Je gaat een stuk sneller dan ik. Ik heb nu mijn keeper. Ik heb nu mijn team. Ik heb nu de eerste 11 spelers. Oh, ik moet er nog 2. Oké, kom op. Felipe Luis, come on. Nee, weer geen special card. Aubameyang. Dalbert dan. Wie? Kom op, hier. Dalbert of zo, maar die klinkt wel goed. Dinkelberg. Special card Buffon of chemistry? Nee, ik ga voor Buffon. Let's go. Ja, weet je zeker. Eerste van de bank. Ja, ik heb eerste van de bank gekozen. Oké, wissel. Open. Come on. Special card. Special card op blak. Zilveren, jongens. Ik krijg Han. Van Excelsior. Shout out naar de Excelsior fans. Come on. Ik moet special card. Weer niet. Oké, ik krijg geen special card, maar ik krijg wel even linkje. Dus dat is chill. Ja, ik moet gewoon nu even special cards hebben, jongens. Dat is ook belangrijk. Ja, dat klopt. Maar als je helemaal geen special cards meer krijgt. Ja, dan win ik. Ja, dat klopt. Jongens, come on. Ik moet even een special card hebben. Oké, ik ga voor het eerst een niet special card kiezen. Puur voor de chemistry. Want deze is echt gewoon best wel perfect. Oké. Okay. Dat kan een slechte keuze zijn, Mick. Ja, dat is denk ik ook kut, sorry. Okay, lekker! Verder. Oh jongens, dit gaat echt heel erg spannend worden. Lekker, weer een special card. Special card. En nog een best wel goede ook. Deze kan ik op zich nog wel...
Oh, deze special card is echt perfect, Mick. Echt. Oh, ik ga dit winnen. Oh, oh jongens. Ja, ja, Touré, kom op. Ik heb zulke lekkere kaartjes, dat wil jij niet weten. Special card, special card, special card, special card, special card. Oeh, baby. Oeh, baby. Nou, ik heb, is dit een goede? Heb ik hier wat aan? Hier heb ik zeker weten wat aan. Oh, Mick, ik ga jou zo hard afmaken. Ik waarschijnlijk ga ik dit verliezen en sta ik echt flink voor lul. Ja, als je geen 100 gems hebt, dan zou ik het zorgen maken. Oké, okay, gelukkig, ik ben even gek. Ja, maar ik heb 100 gems, dus maakt niet uit. Of misschien ook niet. Oké, jongens, hoeveel spelers moet jij nog? Ik moet nog alle reserves. Oké, ik moet er nog 3. Dus doe jij nummer even 2, dan wacht ik even op jou. En dan gaan we bekendmaken wie er heeft gewonnen, bijna. Oké, dan is dit mijn laatste en dan moet ik weer naar 3. Ja. Ik heb een special card, dat is super chill. Oké, dan ga ik nu voor mijn laatste 3. Ja, ik ook. Dit is sowieso een special card, lekker. Jezus, en ik heb Mkhitaryan. Laatste 2 jongens, come on. Ik, word nog even, ik hoef alleen nog mijn special. Lekker, weer een special card. Ik ga dit zo keihard winnen, hoop ik. Oeh, jongens, en de allerlaatste. Lekker weer een special card. Dit gaat goed. Oké, ik heb er nog 2. Kom op, hier dan. En ik ga lekker niks zeggen. Hey, Mick, ik heb oprecht echt een goed team. Gewoon, ja. Dus oprecht een goed team. Maar het gaat om special cards. Oh ja. Oh, dat heb ik helemaal vergeten. Nee, toch niet? Oké, ik ga even al mijn special cards inzetten. We kunnen nog een coach kiezen. Die kunnen we gewoon kiezen, want het maakt toch niet uit. Het maakt wel een beetje uit chemistry en shit. Dus ja. Plus 2. Maar ja, laten we gewoon even een coach kiezen. Ja, maar dat maakt niet uit als je 100 hebt, hè? Je 100 dan? Weet ik niet. Waarschijnlijk doe ik echt heel irritant, maar ik ben gewoon moe. Ja. Oké, ik heb nu mijn eindscherm. Oh ja, ik moet die special card stellen. Misschien ook weten. Nee, doe maar eerst chemistry. Chemistry, ik heb 100. Oké, ik heb 87. Okay. Beoordeling? 90. Ik ook. Echt? Dat is dus helemaal niks dan. Ja. Hoezo? Maar dan heb ik toch. Ik heb 2 punten nu al. Ja, maar jij hebt alleen chemistry dan. Plus ja, oké. Okay. Beoordeling niks. 2, ik ga nu tellen, ja? Oké, tel ze maar gewoon hardop. En dan, ik heb ze nog niet geteld, dus tel jij ze maar hardop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ik heb 17, ik heb dus in totaal 19 punten. Ga jij dat overtreffen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hoe dan? Grapje, ik heb er fucking 14. Lekker! Ik denk, tel gewoon door. Misschien werkt het. Ik ben even gek. Ik dacht echt, hoe dan? Hoe kan jij in godsnaam 21 special cards hebben, dacht ik. Ah, dat betekent dat yes, iedereen maar discarden. Oké. Okay. Lekker. Ja, back to back winning. Back to back. Ja, je hebt back to back gewonnen. Maar ik ga op elk kanaal winnen, Jesse. Maar in ieder geval, jij mag niet meer spelen om mijn discarden. We vierden die. Vierde formatie. Het staat hiervoor. Jesse. Gebruik je keuze goed. Ik ga voor jouw. Ik zal even kijken hoor. Links buiten vind ik wel een leuke. Oké. Ja. Ga je die doen? Ja? Ja. Oké. Dat is Isco. Dat is een hele leuke, ja. Doei Isco, dat is een lekker kaartje. Hier ben ik echt lekker blij mee. Ik ga even zijn waarde of footpin checken. Dat is heel snel. Dat is best wel. Het zijn best wel een paar lekkere coins die je nog leuk kan gebruiken. Isco is op het moment, op vandaag, 70k waard. Dus dat is heel erg jammer. En hij is untradable, dus ik krijg helemaal niks ervoor. Dus dat is min 70k. Lekker voor je. Doei! Okay. Yes, Isco is weg. Dames en heren, aflevering 4 staat morgen online op Jesse's kanaal. Check de link in de beschrijving. En dan zeg ik like, abonneer op mijn kanaal ook even. En nu weet ik het wel. Oh, wil je het zeggen? Oké. Mick out! Jij toch Jesse? Jesse out!